iemand is volgens mij toe op Snapchat, Jean-Paul. Als je het kijkt, tof dat je kijkt, jongen. Duimpje omhoog. Dit was jouw setup die ik moest uitproberen voor jou. Mijn tops scheef leggen op mijn subwoofers. Voor dan een setup in mijn kamer. Het ziet er eerlijk gezegd echt wat tof uit, moet ik zeggen. Mijn speakers zijn alleen geen vloermonitoren, waardoor ze niet echt scheef kunnen liggen. Dus heb ik even snel deze tussenpalen tussen gelegd. Verder is alles gewoon hetzelfde aangesloten. Alleen de tops die liggen nu anders. Het ziet er echt wat tof uit, moet ik zeggen. Jean-Paul, bedankt voor deze setup. Het is op zich wel een tof setup, maar op feestjes kan ik hem niet gebruiken. Maar tof dat je het even hebt gereageerd, jongen. Ik heb net eventjes een top speaker verwisseld. Ik heb ze al bij elkaar gezet zoals je hier achter mij ziet. Het leek me wel grappig om te doen. Niet echt boeiend is het of zo, maar het ziet er wel grappig uit. Maar ik denk dat ik nu nog eventjes die subwoofer die daar nog staat, ook hier opzetten en dan proberen om die twee tops erop te zetten. Kijken hoe het dan eruit ziet. Ik weet zeker dat het wel hard genoeg gaat voor de wielerronde. Dus stay tuned voor veel video's online. Je ziet die zo de toren. Als je wilt zien hoe groot het is vergeleken met mij, dan komt nu de foto in beeld. Nu. Dat was dus echt zeker één top hoger dan mij. Maar ik kan echt niet hard omdat ik net hoor dat allemaal buren buiten zitten. Dus dat is niet zo goed. Maar je ziet hier zo dan een sub, nog een sub, een top en nog een top. Dit is echt wel heel erg hoog. Moet je voorstellen dat je dan nu deze speaker setup zo hebt, deze toren. En dan heb je hier een toren en dan nu ook, nu daar ook een toren. Dat ziet er echt heel tof uit. Maar daar hebben we het geld niet voor. Ja, hebben we wel, maar dat gaan we niet uitgeven. Want ik ben nu aan het sparen voor de MacBook en die heb ik bijna. Die nieuwe 13 inch Retina MacBook met 8 GB RAM geheugen. Dat gaat me €1400 kosten en dat is niet leuk. Maar dan heb ik wel heel wat. Verder, dankjewel voor het kijken. Dit is nog een setup. Zo ga ik het niet neerzetten op een gig. Omdat het geluid dan niet goed wordt verspreid. Maar het vond ik wel even leuk om dit een keertje zo uit te testen. Hoe hoog het is en hoe tof het eruit ziet. Vergeet niet te abonneren op DJ Davy en Timmertje 070. YouTube en Facebook. Links staat allemaal in de beschrijving. Ja, bedankt voor het kijken. Abonneer, like en comment op deze video. En tot de volgende keer.